Wat is je favoriete karaktereigenschap? Ik denk mijn sociaal zijn. Dat iemand zich snel op zijn gemak voelt bij mij. Als ze bij mij aan tafel zitten of in de praktijk, maar ook gaan in mijn privéleven. Makkelijk dingen met me delen. Dus dat ik communicatief sterk ben. Dat vind ik een fijne eigenschap. Als je niet jezelf mag kiezen, wie zou je dan willen zijn? Oeh, dat is een goede vraag. Ik zou het wel leuk vinden om mijn vriend eens te willen zijn. Überhaupt om als een man te denken en als een man te leven. Maar ook gewoon eens mee te maken hoe zijn dagen eruit zien. Wat had je graag uit willen vinden? Oh, ik ben niet zo heel technisch onderlegd. Dus ik denk niet dat ik mijn roeping gemist heb. Maar laten we dan iets doen als vaatwasser of zo. Ik heb een hekel aan de afwas doen. Dus het feit dat een vrouw notabene een vaatwasser heeft uitgevonden, vind ik wel stoer. Ik denk dat het zoiets zou zijn. Wie zijn je favoriete auteurs? Ik lees heel veel verschillende boeken eigenlijk. Wie ik sowieso heel goed vind is Michele Corazzanti. Zij heeft De Amandelboom geschreven. En sowieso heeft ze nog een aantal hele goede boeken geschreven. Maar Michele heeft een manier om je te grijpen vanaf bladzij 1. Dus dat, haar boeken lees ik heel graag. En momenteel lees ik ook veel van Lucinda Riley. Is natuurlijk groot geworden met haar 7 zussen. Maar ze heeft nog meer hele gave boeken geschreven. En ja, ik vind het knap dat ook zij over de hele wereld mensen aan het lezen krijgt met haar verhalen. Dus dat zijn mijn 2 favoriete auteurs. Waarom wilde je dit boek schrijven? Dat is best wel een leuk verhaal. Sorry dat ik je wakker bel, is mijn 2e boek. Ik heb vorig jaar juni in 2020 mijn 1e boek gelanceerd. Dat was Dagboek van een verloskundige. En dat was eigenlijk mijn oorspronkelijke plan, om 1 boek te schrijven over mijn werk als verloskundige. Alleen Dagboek van een verloskundige werd zo'n mega succes, het werd een bestseller, dat ik ontzettend veel lezersreacties kreeg of ik alsjeblieft een vervolg wilde schrijven. En dat heb ik dus binnen een jaar gedaan. En Sorry dat ik je wakker bel is dus een vervolg op het 1e boek. Nog steeds over mijn werk als verloskundige, maar nu ook wat meer over het coronajaar, waar we natuurlijk in de praktijk ook last van hebben gehad. Dus hoe we daarmee om zijn gegaan. Welke bevalling wil je nooit meer meemaken? Nou, eigenlijk een heleboel bevallingen, of eigenlijk bijna allemaal, zijn ze bijzonder en mooi. En ook al hebben ze misschien een heftig element of een complicatie in zich, dan zijn ze alsnog goed. En die kun je op zich nog een keer meemaken. Maar natuurlijk zijn er heel zelden ook wel eens bevallingen die niet goed aflopen. En ja, die maak je liever niet meer mee. Omdat ze gewoon ontzettend verdrietig zijn voor vooral de ouders. Maar als hulpverlener daarnaast staan is ook best heftig. Dus als ik dat kon afkloppen, dat ik dat soort bevallingen niet meer hoef mee te maken, dan zou dat fijn zijn. Gaan je cliënten anders met je om na het verschijnen van je boek? Nee, eigenlijk niet. En dat is wel grappig, want ik heb een stadspraktijk met een hele gemêleerde populatie. En heel nuchter. Het is natuurlijk Overijssel, dus je ziet dat de cliënten het leuk vinden. En ze willen wel graag een handtekening in het boek. Maar ik ben nog steeds gewoon Marlies. En nee, ze gaan in die zin niet anders met mij om. Ik heb hopelijk geen sterallures gekregen. Denk je wel eens, dit schrijf ik toch maar niet op? Ja, tuurlijk. Er worden soms specifieke dingen aan me verteld in de verloskamer of in de spreekkamer. Wat zo privé is of misschien beschamend voor diegene en zo herkenbaar dat ik dat niet noteer in de verhalen. En sowieso hou ik heel erg rekening met de privacy. Dus elk verhaal wat je in mijn boek leest is gebaseerd op minimaal 3 cliënten. Maar tuurlijk, er zijn af en toe wel eens dingen die mij ter oren komen die beter niet in het boek verschijnen. Ja, dat is hem. Sorry dat ik je wakker bel. Het is zo bijzonder om hem vast te hebben en die mooie cover te zien. En ja, het vervult me met trots dat ik gewoon weer een boek heb geschreven en dat hij er zo mooi uitziet. En ik ben heel dankbaar dat zoveel mensen het willen lezen en dat ik zoveel leuke reacties krijg op het feit dat ik schrijf over mijn werk. Ja, ik ben er nog steeds heel blij mee en ik hoop dat deze net weer zo'n succes wordt als de 1e.